wel. Welkom in het Quotaland, welkom in Kabouterland. Met iedereen hier, hallo, hallo, hallo hier. Tim is erbij met zijn rare skin. Ja, en okay. Irma heeft er geen zin in, dus rob maar lekker op, ja. Hey, okay. Hallo mensen, we zijn hier met een hoop mensen die hier ook aanwezig zijn hier zo. En hallo Rick. Hey, onze bodyguard! Hebben we nog wat informatie ontvangen, bodyguard? Nee, shit. Nou, hier is kabouter Water Wayne. En die kabouter is nogal een stoute kabouter. Maar we laten hem ook in de hoek staan. En hier hebben wij een interactief kabouterlandbos gemaakt. Op een plek in het Sprookjesbos. En wat nou het probleem... Nou, het is geen probleem. Wat nou het leuke ervan is... Is dat er een aantal plates aan verstopt. Waardoor het licht aangaat, dingen bewegen. En dan laat ik even jullie zien. Hoe maak je nou zoiets? Ja, Vincent, vertel op. Ja, wat ik net ga doen. Ja, zeg het eens, joh. Nou, let op. Nou, we willen bijvoorbeeld... hier wil ik een lichtje maken in het huisje. Nou, dan moet je een pleat zoeken waar het een beetje zichtbaar is. Nou, laten we zeggen... Hier gaan we een pleat neerleggen. Nou, dan zet je een bordje. Met transmitter, want het is namelijk wireless redstone die we gebruiken in de server. Dan zeg je Kabouterland 4. Je noemt de naam onder een naam. Nou, boven plaatsen we een stukje gras... En daarover een plate. Dus als je hierop staat, dan activeert hij dat bordje wat eronder staat. Nou, dan, wat we dan enkel nodig hebben, is gewoon een lampje hier in het huisje. Nou, dan zou ik zeggen, doe hem hier zo. Maar dan zeggen we een bordje aan de onderkant met receiver. En dan kabouterland, wat we net ook ingevuld hadden. Zo. En dan zet ik hier ook een redstone aan. Je zag al dat hij aanging als mensen erop staan op het bordje. Dus dan gaat die lamp ook aan. Dus wanneer jij dan... Op het seintje staat, komt er licht uit het kabouterhuisje. Kijk eens. Het is niet heel erg zichtbaar, maar dan komt dat het niet donker genoeg is binnen. Hallo. Hallo. Ik word een kabouter. Oh hier, wat ben jij nou weer voor skin? Ben je My Little Pony? Wat? Oh, dat wil ik nou echt zo gaan zien. Kijken. Hè? Wat de hel is dit nou weer? Nou, wat zijn hiervan? Oh, het is een oversized bunny. Moet je oren zien, die is nog groter dan je hele lichaam. Je oren. Het ligt helemaal in de deuk, oh mijn god. Oh, dat geldt ook. Zo, dus dit is het kabouterland. Wil je hier komen, doe dan / warp en je raadt het al, kabouterland. En je verschijnt op de plek waar je heen wilt. Nou. Wil ik er wel komen? Nou. Ja, dat is juist de vraag of je hier wil komen. Het is een leuk iets. Oh, sorry. Nou, Mickey Mouse staat hier. Jongens, dit was een hele kleine update. En we zijn het Sprookjesbos langzamerhand een beetje aan het, aan het upgraden voor meer sprookjes. En, bloemetjes. En bloemetjes. En binnenkort zal een tweede gedeelte openen van het gebied. Oeh. Ja. Draak. En dat gebied, zo even rustig jongens, dat kan ik even rustig uitleggen. Ik zat bij heel veel mensen in een Teamspeak kanaal, dus wordt het heerlijk druk. Dit is dus een tweede gebied. En dat tweede gebied wordt binnenkort geopend samen met een nieuwbouwstuk. Hier zo, dit zijn we mee bezig om dit helemaal mooi om te toveren tot een geweldig groot plein. Met ontzettend leuke dingen, een nieuwe attractie achterin te zien. We gaan nog veel meer dingen doen. En hier is ook een nieuwe attractie, namelijk Grove Speelpaleis. Het wordt heel vet. Namelijk ook de opening van de Wally zullen we met een livestream gaan doen. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. We hebben meestal elke vrijdag en elke zaterdagavond een grote livestream. Dus dus houd het gewoon in de gaten. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden met een kleine interactievideo van het Kabouterland en een update video. En bedankt jongens voor het meespelen en tot de volgende keer. Doei doei!